Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Media Raven en Garage Eddy van Wonterhem. Welkom bij Blue White Breakdown, een podcast gemaakt door Buffalo's voor Buffalo's. Vandaag de laatste BUB van dit seizoen, want Gent heeft zijn laatste wedstrijd gespeeld. Maar geen paniek, er komt nog iets aan. Nee, maar we gaan dus een maandje stilzitten. Maar daarvoor moeten we eerst nog deze opname opnemen. En we zitten opnieuw met vier geweldige mensen. Jentel, welkom terug. Dank u wel. Michiel, ook welkom terug. Dank u. En ook jij, Niels, welkom terug. Dank u wel. Hoe gaat het met jullie? Goed. Ça va. Heerlijk geslapen al een aantal dagen. Deze week kan gewoon niet meer stuk. Hoezo? Is er een speciale reden dat je goed hebt geslapen? Sorry dat je dat zelfs nog moet vragen als diehard Buffalo-fan. Ben ik eigenlijk wel... Nee, ik weet van niks wat er gebeurt. Goed. Ik weet van niks. Zondag was een match. Dus... Ja, kijk. Het normaal goed geslapen, dus. Al twee keer goed. Maar als ze verliezen, dan ben ik gewoon de hele week slecht gemeurd. Mijn leerkracht in het middelbaar zit altijd. Niels, voetbal interesseert mij niet. Maar ik zag gewoon maandag als hij in de klas zit, zag ik gewoon hem tegen wonder verloren. Dus voilà. Hoe was jullie weekend, jongens? Op de Maxken. Goed, we hebben dingen gedaan buiten voetbal. Bij Jonas, wist kijken naar voetbal. Blok. Examens. Ja, natuurlijk. Ja. Ik heb ook mijn examen. En nog eentje daan. Veel succes aan alle studenten. We geloven in jullie. Yes. Hierna stoppen we met BWB, zodat jullie goed kunnen studeren. Ja, dat jullie niet meer moeten afleiden. Dat er geen afleiding is. Voilà, het is dat. Hebben jullie leuke vooruitzichten buiten domme examens? Gaan jullie leuke dingen doen in de vakantie? Waarschijnlijk. Nog geen plan of zo. Het EK kijken. Ja. Dat gaan we doen. Ja, dat vind ik nu niet heel leuk, maar oké. Okay. Oh, jong. Wow, een pintje erbij, het zonneke. Voilà. Hadden jullie op reis? Ja, Italië. Nog geen plan, maar misschien wel. Waar in Italië? Dat de mensen het gaan snappen. Onder Toscane, boven Rome. Daar. Dat is wel tof. Er is wat tussen bij de Appenijnen, daar zo ergens. Ja. Dus, mensen, als jullie naar daar gaan, dan kan je daar tegenkomen. Begin juli. Niet gaan. Nee, dat hoeft niet, maar... Geen op reis gaan, Niels? Ja, in augustus al Tariq Tissoudali gaan bezoeken in Marrakesh. Ik weet niet of hij in Marrakesh gaat zitten, maar... Dus hopen dat je geen herexamen zet, anders... Maar het is begin augustus. Perfect. Maar ik heb ook nog maar 3 examens. Oh, ik heb er 2. Ik had er ook 2. En daarachter in september met het liefje naar Spanje. Romantisch. Catalonia. Ja, maar in Spanje zeggen dan, hè. Maar. Ik ga met mijn vrienden naar Mallorca. Ook in september. Dus ben ik dacht, vorig jaar geweest. Ik dacht misschien is het wel grappig zijn dat we daar gewoon naar elkaar tegenkomen. Entel, jij gaat misschien op reis. Nog geen plan, maar misschien wel een keer ergens een weekendje wel of zo. Ja. Kom hier met mijn bagage doen. Ik zal niet komen. Ja, nou, content. Nee, kijk, we gaan er weer invliegen. Entel, zeg eens, wat hebben we te doen vandaag? We gaan eerst en vooral nabeschouwen op de match natuurlijk, tegen Genk, waarmee we toch Europese voetbal afgedwongen hebben weer al, voor 10 jaar op rij. Yes. We hebben een klein beetje actualiteit mee, niet veel. En we gaan dan een keer terugkijken op het voorbije seizoen, de barometer voor het verleden seizoen. En we gaan zo, een soort van award uitreiken. Yeah. Dus ja, het zou leuk worden. Je laat er direct in vliegen. De wedstrijd is ondertussen al 2 dagen geleden. Oh. Vandaag nemen we op dinsdag 4 juni. Het is nu 11 uur voor jullie die dat willen weten. En de wedstrijd was zondag om... Half twee, inderdaad. Het was in Genk. Ik was niet mee vorige keer, omdat ik had een examen de dag erna. Normaal ging ik meegaan, want dan dacht ik van, ik had... Je hebt toch gekeken? Tuurlijk heb ik gekeken. Dacht al. Tuurlijk heb ik gekeken. Ik heb ervan genoten ook. Dat is een goede, dominante wedstrijd. Ik vond de sfeer ook... Ik heb eigenlijk Genk gewoon niet gehoord. Dat is eigenlijk echt rampzalig, hè? Die sfeer in Genk. Ja. Het was ook niet zo gek veel volk. Het is zo'n match voor Europees voetbal. En ik had toch wel volk. Een ticket kostte 5 euro en alle abonnementen mochten gratis komen. Maar ik vind dat mensen zo snel zagen op... Ah, Gent heeft geen supporters, er zit daar geen volk. Maar als je kijkt naar wat er bij ons nu in play-off 2 zit, qua volk, dat is echt redelijk veel als je dat vergelijkt. Allee. Ja, maar het is wel waar dat Genk is wel een stad met 60.000 man. Dat is, in vergelijking met Gent is dat bijna dat is een halvering, zeker niet. Ja, maar Genk draagt wel heel Limburg buiten zijn truiden, maar ze dragen wel die regio daar. Dus oké, Gent is nu ook wel de enige ploeg in eerste, maar je hebt wel ploegen zoals nu in 1B. Ja, Deinze, Lokeren, Beveren, die hebben ook nog wel altijd hun aanhang. En zelfs al zijn die gezakt, die blijven wel hun aanhang hebben. Ja. Dus. Mooi, stel je voor, met een paar jaar met 4 Oost-Vlaamse ploegen in één. Represent. Het is te veel West-Vlaanderen de laatste tijd. Maar dat gaat wel veranderen. Nu zijn het enkel nog Cirkel, Club en Kortrijk. Ja, allemaal failliet. Eén voor één. Stel je voor.
Nee, ja, maar ik zie dan ook op TikTok zo filmpjes van de mensen die daar in dat Genk-vak zaten, die zo de sfeer aan het filmen waren. En op die TikTok-filmpjes hoorde je zelf de Genk-fans van aan de overkant roepen. En ik denk, oké, als je dat online zet... Ja. Ah, jij zei altijd dat hij die comments plaatst. Ah. Ja, 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 ja. Dat is wel echt... Als ik zo dingen van Genk zie, zie ik altijd zo één iemand commenten. Meneer daar. Ja, te kunnen. Ja. Maar dus... Sloeber. Misschien over de mat denken... Tot aan de goal, dat hij nog redelijk goed op en af ging. Ja. Met niet de allergrootste kansen, zeg maar. Toch hier en daar een keer redding. Maar een keer dat Joost zeker die goal maakt... Ik weet niet, Genk was gelijk niet meer... Ik weet niet, ze kostte gelijk niet meer. Ja. Ik had wel het gevoel van het gaat niet meer gelijk worden. Maar ik had wel al heel de match het gevoel dat we het wel onder controle dat hadden. Wel, dat wel. Ja. Het was gewoon over en weer. En dan, ja, zeker nadat die goal gevallen was... merk je echt van, ja, we hebben gewoon heel die match, ja, onder controle. Je kunt dat soms zeggen van, het was nog een half uur op dat moment, van oei, we hadden voorzichtig moeten zijn. Maar ik was wel, als ik Genk zag spelen, dacht van, ja, die zijn te veel in paniek, die zijn te slordig, die zijn te... Ik weet niet, het lukte allemaal niet meer bij Genk. Ja, ze konden het gelijk zo niet opbrengen of zo, om nog tot het uiterste te gaan. Ik dacht gewoon, degene die scoort, wint. En het was ook van, ik dacht van, als Genk nu scoort, gaan ze winnen. Omgekeerd. Ja. Kijk, dus nu aan onze kant. Dat is wel... ook gewoon heel sager. Van alle voetballers. Ja. Ik was live bezig op de Discord met de mensen. En we waren allemaal aan het kakken op. En we waren memes aan het maken. Op Twitter ook, hè. Iedereen, en ineens scoort die jongen en iedereen. Ja, we gaan gewoon zwijgen. Maar dat is wel, oké, niet de grootste kwaliteit. Maar die speler, ik vind dat die wel underrated is. Ja, maar ik vind er echt van niet. Dat komt dan zo van op afstand schieten. Want dat is echt raar. Ik zat dus bij Jonas te kijken. En... we zien hem trappen en we reageren altijd gelijk niet. Dat zo, tot op het moment dat we dan net zien bewegen. Van, dat is binnen. En de dag dat hij zo à la Jules Sager dan zo 2 meter naast. Dat leek zo gelijk iedereen binnen te gaan of zo. En ene keer beweegt dat net van, die zit gewoon binnen. En wij alle twee, Maar er is wel een reden waarom dat hij, Jules Sager, de voorkeur heeft op Brown, op Nourio. Brown was ziek. Ja. Maar wel gewoon... toch nog vaak speelkansen heeft als hij fit is. Maar er moet een reden zijn. Sinds dat zijn blessure achterdrug is, sinds die match op Mechelen, play of 2, dat hij wel echt gewoon met die had ook scoort. Ik vind dat hij wel... mensen zeggen zo, Jules Zeger en dit en dat en dat, maar alleen dat mensen gewoon nog met een te negatieve bril naar hem kijken. Naast die goal heeft hij toch echt goed gedaan in die wedstrijd. De eerste helft heeft hij 1 bal bijgehouden en de rest is allemaal verloren. Ik heb toch een aantal heel goede voorzetten weten trappen. Ik vond hem echt slecht, behalve die goal dan. Maar kijk jij niet naar Jules Zeger, gewoon al met die donkere bril op van hij is slecht. En alles wat hij niet goed doet, is automatisch slecht. En als er zoiets goed is van, het was per ongeluk of zo. Die goal was per ongeluk. Nee, ik vond hem echt niet goed buiten die goal. Wow, ja, ik ging hem nu ook niet als man of the match noemen. Maar ik vond nu ook niet dat hem... slecht was. Ik vond bijvoorbeeld Samoise in de eerste helft langs de andere kant. Tweede helft was die goed, Samoise, maar de eerste helft vond ik hem echt rampzalig. Maakte veel fouten inderdaad. Maar bijvoorbeeld, er is ook een reden waarom dat Gent iedere aanval in de eerste helft gebeurde via links. Ja, links aan de helft van alle was aanvallen. Echt moeilijk voor ons. Ja. En dan elke aanval van Genk verliep bijna altijd vanaf de kant van Samoise, omdat hij zijn man, wie was dat? Weet ik niet meer. Ah ja, de man van de salonremise met Madsen, hoe noemt hij? Ik weet niet meer. Kayembe. Ja, oké. Je liet hem altijd staan. Ja. Altijd. En ook geen enkele aanval via hem. En dan de tweede helft was dat dan plots. Ja, niet helft meer. Dat was Samoise wel echt goed. Maar ik heb zo'n indruk, zeker de eerste helft. Het was zo gelijk een typische match. Met twee ploegen die zo. Waarvan de schrik om te verliezen gelijk groter was dan de wil om te winnen. Zo. Want je weet van wie hier verliest, heeft geen Europees. Het is eigenlijk ook zo. Hè. Ja. Dat is gelijk bij degradatiewedstrijden ook. Hè. Vanaf dat er 1 goal is, schiet heel die wedstrijd open, normaal gezien. Ja. Bij ons was het nu wel. En is het echt zo rustig aan, zo een beetje voelen van zo wat niet kan te ik veel hier risico pakken? Zo, Ik had nu wel zo niet het gevoel dat bij ons, dat bij de Gentspelers zo was van we moeten oppassen, we mogen niet. Maar het was toch voorzichtig. Toch wel zo inderdaad, zo een beetje dat aftasten, like tussen Dalia en zo, die niet volledig doordrukte. Ik heb het gevoel dat hij wel hier en daar wat meer kon doen. Het wel nog een goede wedstrijd gespeeld. Ja. Maar over Tistelli gesproken, ik zie dat echt vaak, en tegen Genk ook, dat er heel veel lange ballen naar hem gaan. Ja. Terwijl
Die man is die kan dat niet. Ja. Die nee. kan, ja. Hij is wel beter nu met lange ballen wel, dan ja, voor zijn blessure. Hij is iets toch, fysieker. Ja. En ik zie hem, vaak had hij dat duels af niet aan. Dan zeg ik van, probeer dat gewoon. Pas op, soms gaat hij er toch met zijn hoofd naartoe. Ja, soms een keer, maar of wat hij vaak doet, is in de rug nog proberen, van als hij een bal toch doet. Ja, als hij het ja. over gaat. Ja, ze wacht op de controle en dan volgens mij is het doel van die lange ballen eigenlijk om Tisudali in de rug van de verdediging op weg te zien. Natuurlijk controleert dat maar een keer ook. Ja, want Samaze zei het in het interview in de rust, zei hij, want ze vroegen, wat is jullie kans? Allee, waarom scoren jullie niet? En hij zei, de kans ligt in de rug van de verdediging. Nou, zit, ja, voilà. Dat is waar. Iemand die... ik ga gewoon beginnen. In mijn man of the match is Gandelman. Ik vond die man was echt, hoeveel dat hij weer gelopen heeft. Ja. Het was ook op het einde dat hij het meeste afstanden gedaan en op één na meest intensive runs. Ik vind echt, die man is echt een super underrated voetballer. Ook hoeveel wat hij... In de 16 verschijnt plots. En met zijn linkse poot daar, die knal heeft. Wow, een redding ook. Echt een heel goede voetbal. Ik ben echt super goed fan van hem. Heb je wel echt een type Julien de Saar naast hem nodig voor het voetbal op middenveld zelf. Gandelman is zeer goed in aanvallend opzicht. En in de 16 plots verschijnen. En ook verdedigend. Maar echt het spel in het middenveld, het spel verdelen, dat is zijn... Maar hij is een box-to-box meer. Daarom is het ook wel complementair dat ze goed samenspelen. Ja, maar veel mensen waren boos van waarom stel je Kums niet op en zo. Allee, Kums was niet wel ziek, maar ze begrepen. En ik dacht van, want je kunt Gandelman nooit van zijn leven op dit moment uit de ploeg halen. Dat zou gewoon ethisch incorrect zijn. Ja, benieuwd wat volgend jaar, wat er mee gaat gebeuren. Ik zou echt blijft, Gandelman blijven spelen. Blijven of niet? Ik weet het niet, ja. Volgens mij als... Maar ja, als ze, ik zou het ook wel doen. Moest er nu zo'n bod van 15, 20 miljoen opkomen? Dan kun je al die spelers wegdoen. Ja. Zo'n bod kun je niet weigeren, vind ik, hoor. 15 tot 20 miljoen voor Gandelman. Dat is altijd zo'n beetje de vraag van... Het is veel geld, je kunt daar weer mee doen, maar... Allee, maar is dat geld nu, nuttiger dan de spelers? Ik heb nu iets van, heb je in de winter nu al zo goed kunnen cashen? Dat wel. Het zullen er nog wel vertrekken wat op kunt cash waarschijnlijk. Ja, waarschijnlijk. Je moet nu in de zomer nu ook niet weer dezelfde aanpak doen als in de winter. Maar er gaan er gewoon heel veel vertrekken deze zomer. Ja. Het is gewoon een feit en dat stond al langer op papier. Brown heeft blijkbaar lang afscheid genomen op Genk. En we hadden iets ontdekt, Quinten had iets ontdekt. Blijkbaar had hij even alle posts van Gent verwijderd op zijn profiel. Ik had controleerd van en weg. Ze staan ondertussen terug, maar hij had ook langer afscheid genomen, gelijk een Genk van de supporters, zei hij tegen mij. Dus misschien linkt dat ook wel naar een transfer. En zijn ook echt wel heel veel rumoers geweest over hem. Het Premier League vanuit Lyon. Maar dat is ook eerder snappen dat Brown verkoopt dan Gandelman. Dat we met Franke misschien met vier van achter gaan spelen. En dan is dat veel moeilijker voor Brown om. Inderdaad. Som eens ongeveer wat in je hoofd opkomt op wie dat er allemaal kan vertrekken. Puur wat ik denk of wat puur echt logisch is. Wat dat jij denkt. Roef, het is juist Gent kan garanderen dat hij eerste keeper is. Nardi, Schmid misschien. Achteraan zal het er ook wel wat bewegen. Mokyo die weggaat. Tuonariga die weggaat. Wata die ook wel echt een van onze sterke spelers is. Zegt ook gewoon al zijn spelers aan het trekken. Brown en Samaze. Ja. In het middenveld, Gandelman die kan weggaan. Hong zal misschien ook weggaan. Het feit dat Gent al een vervanger aan het zoeken is voor Hong, zal dat waarschijnlijk wel zo zijn. Van Voort, Tisudali. Hoop ik dat, natuurlijk. De Poitre die stopt, maar... Maar dat heb je eigenlijk bijna alle spelers op de soort. Dat gaat ook niet het geval zijn, denk ik. Jawel, want de meeste daarvan hebben nog 1 jaar op hun contract. Maar de sommen gaan echt blijven, denk ik. Daar ben ik van overtuigd. Of contractverlenging. Het contract gelijk van de Saar verlengd is, denk ik dat er wel met de visie is van... We gaan hier wel nog een lette ploeg opbouwen. Want de Runariga heeft bijvoorbeeld dan aangegeven van... Ik heb geen nood aan een transfer. Elke voetballer zegt dat. Maar Tuonariga kwam wel echt... De meeste voetballers in een interview... Dat is omdat hij zo kijkt, hè. Alle voetballers zeggen van... Ja, maar dat is niet nodig. En dan twee weken later is het... X verlaat de club. Het is nooit nodig. Uw visie klopt dan volgens mij ook niet. Dat is echt zo... Ja, die gaat vertrekken, die gaat vertrekken, die gaat vertrekken. Nee, ik zeg die kan vertrekken. Ik vroeg aan u, wil je degene weten die logisch zijn of degene die ik denk? Je kunt als bestuur niet 8 van je basisspelers laten gaan en dan willen dat je
nu wel play-off 1 speelt, terwijl dat dit jaar niet is gelukt. Allee, bedoel, als je een beetje ambitie hebt, dan... Of je moet er heel veel goeie halen, wat kan. Ja, wel, maar persoonlijk dat is altijd, denk ik dat Hoef zal blijven, naar die gaat weg. Watanabe zie ik eigenlijk niet weggaan, omdat Gent die wel echt gaat willen houden. Mm-hmm. Alhoewel we dan wel echt plots met heel veel centrale verdedigers zitten, want Lagak komt terug. Maar Watanabe is ook niet weg. Die en Dine Gambor. Gambor is ook nog. Maar dat, die speelt als CDM al twee keer. Die is van ons. Die is gekocht. Die is gekocht ja. Dat is eigenlijk een centrale verdediger, maar die kan ook op de 6. Ja, die valt ik wel eens keren. In het middenveld zie ik... Oh, ik zie Hong wel echt vertrekken. Door een, eigenlijk zie ik Jordan van de verdedigers zie ik ook wel echt vertrekken, gewoon omdat hij al even bij ons zit. Ja. En allee, als je interesse krijgt uit uw... bij hem is zijn vaderland zeker. Het is Duitsland, dat je dan wel misschien sneller overweegt om naar daar te gaan. Ja, dat kan. Brown, ja, die zie ik sowieso vertrekken. Tissue Dali, denk kan, ik ook, maar want hij heeft nog 1 jaar op zijn contract en hij is al natuurlijk al wat ouder aan het worden. Ik denk wel niet dat hij per se gaat zoeken naar een transfer. Ik denk dat hij gewoon... Ja, maar volgens mij moest er zo'n ploeg uit de zandbak komen, dat hij wel... Ja. Ja, maar ik denk niet dat hij als een manager gaat vragen, zoek mij nu een club alsjeblieft, want ik wil hier per se weg. Geen idee. Ja. Ik denk gewoon, als er iets voorbij komt, dat hij misschien wel zou kunnen gaan. Dat hij op een trein springt, zeg maar. Ja. Maar allee, dus veel werk aan de winkel. En Samaze, denk ik persoonlijk dat het slim is van Samaze zelf om zelf nieuwe oren te gaan zoeken. Gewoon met het Franke systeem denk ik niet dat die gaat renderen. Ja, dat zie je wel zeker. Ja, want allee. Ik zou het wel spijtig vinden, omdat ik toch wel vind zo om... Dat Gent wel altijd zo'n speler van Gent echt in... Type de vlieger. In, ja, maar zo echt een man van de regio, die zo'n beetje de identiteit van de Gent... Gelijk, vroeger had Raman een beetje die rol, nu Samaze. Ik vind toch wel dat ze zo'n speler echt... Inderdaad doorgegeven aan de vlieger. Ja, voilà. Het is zo. Of eigenlijk aan Mokyo, maar ja, als die in Mokyo weggaat, dan kan dat niet natuurlijk. Nee, ja. Het zal Kus van Ledenberg. Gent. Gentbrug of Ledenberg? Ledenberg. Oh ja, Mokyo, ik weet niet wat ik daarvan moet vinden van die jongen. Ik vind dat zo jammer dat, dat zijn... Nee, ja. Gewoon over Mokyo, het is met zijn aanhanger bij. Ik vind dat gewoon zo jammer dat zij allemaal meer richting het geld gaan en dan waarschijnlijk in één grote soeppot met spelers in Barcelona B terechtkomen. En dan eigenlijk, hij speelt wel bij Barcelona, hij verdient waarschijnlijk bakken geld. Maar de kans is zoveel kleiner dat hij eigenlijk uitgroeit tot een succesvolle speler. Als je kijkt naar wat Gent de afgelopen pak 2 jaar van jeugdspelers heeft laten... Hey, Salah, was een jeugd, maar die is wel uit de jeugd naar de eerste ploeg gekomen, dus we pakken dat er maar bij. Fofana, nu Pardo, Samaze ook al een paar jaar geleden. Allee, bedoel, er zijn echt heel veel voorbeelden in de laatste jaren. Mm-hmm. Ja, er zijn heel veel voorbeelden in Gent dat je eigenlijk heel gemakkelijk na een goed halfseizoen of een goed seizoen dat je naar het buitenland kunt. En die guy is 16. Ja. Hey, binnen 4 jaar is hij 20 en dan is hij alsnog... Ja, dan zit hij jong, dus, de beste periode van zijn leven. Maar ja, dat is... Ja, allee, ik ben wel zeker dat je het meeste gaat leren bij Barcelona, maar ik denk niet dat je de meeste speelminuten gaat krijgen bij Barcelona. En Martin Ødegaard is het enige voorbeeld dat ik kan opzommen dat succesvol is geweest dat hij op zijn 16e naar een topclub ging. Jamal. Ook niet direct. Maar maar dat was, hij was Jamal, succesvol bij die topclub. Wel, hè. Hij is erachter naar Holland geweest en dan naar daar en dan nog bij 15 omwegen. Dat gaat volgens mij, ik hoop natuurlijk dat dat niet gebeurt, maar volgens mij gaat zo'n voetballer zijn dat hij zo in de grote pot gaan geraken van geflopte talentjes. Van vele, de like Moussonda, talentjes, en zo. En... Mm. Ja. Maar genoeg, je moet ook gewoon je carrière slim aanpakken. Hè. Als ik hem was, zou ik wel gewoon nu bij Gent blijven. Ja. Weten dat ik mijn kansen ga krijgen. Hè. En weten dat je altijd veel gaat verdienen. Ook, dan die ouders een voorstel weigeren van €500.000 op een jaar. Allee, man. Maar die heeft ook nog niks bewezen, hè. Ja. Okay. Maar ik vind wel, als je hem ziet, ik zie hem wel echt, die is zo rustig en die is 16. Ja, en die heeft zo'n bal in zicht. Dat is waar, je kunt dat talent hebben, maar je moet nog bewijzen ook. Hey, ik vond dat hij wel hier en daar wel had bewezen. Hij maakte fouten, maar jongen is 16. Hij heeft 2 matchen gespeeld voor de A-ploeg. Ja, maar hij mocht er niet meer spelen. Ja. Ja. Bon. We kunnen er altijd naar de match. En terug naar de match. Jullie men op de match, want ik heb de mijne al gezegd. Gandelman. Ik had toch voor de Saar gaan. Nee. Ik was ook nog aan het pijzen van heel zeker omdat hij de goal heeft gemaakt. Maar dus, de Saar was ook weer zijn oude zelf. Ja. Ik kan mij herinneren, op een gegeven moment dat hij zo een lange bal heeft, maar die zo net over de grond glijdt. Ja. Zo, dat ik denk, oh, amai.
Zal zot, hè? Dat was echt een lekker bal. Dat was mooi. Onze ja, dat ook nog een keer... ja, zo, die kwam zo mooi in de herhaling. Ik dacht, ja. Dat is echt een lekkere bal. Een Kumsiaanse bal. Kumsiaanse bal. Dus ja, daarom de Saar toch wel. Oké. Ik ga Roef zeggen. Ik vond Roef een beetje de Courtois, maar dan van onze match. Ja. In de Champions League, hè. Veel mensen, de media klopte dat op van, oh ja, Courtois weer zotte wedstrijd. Ik vond het dan meeviel. Allee, ik bedoel, ja, niet hij heeft goede reddingen gedaan, maar niet gelijk die finale tegen Liverpool. Ja, maar hij heeft goede reddingen gedaan. Maar hij heeft wel cruciale reddingen gedaan. Ja, voilà, en de nul gehouden. Dus dat vond ik bij Roef ook. Ik herinner mij zo één schot van die 16-jarige gast. Ik kan even niet op zijn naam komen. Ja, maar dat die bal juist onder de lat gaat en dat Roef hem zo juist overtikt. Ja. Dat was echt een supergoede redding. Ja. En voor de rest gewoon... Ja, alles gedaan wat moest, geen fouten gemaakt, dus ja. Gewoon degelijk, zo, altijd wel, behalve dan die ene kans van Caretsas, maar zo altijd wel bal die het moet hebben, maar je had ze wel. Dus, ik denk daardoor Roef, omdat er voor de rest ook niet zoveel andere, degene die al besproken hebben, buiten diep, dat de rest ook er niet zo ver bovenuit zag. Dus Niels, je staat voor een Mission Impossible liedjes te geven. Daar ga ik gewoon toch nog wat al zeggen, gewoon voor de stabiele defensie. Ja. En eigenlijk ook, ik hoorde die twee journalisten, dat Peter Morren en zeggen van, wat dan AB is niet in zijn normale doen. Dat van, match is hij te kijken. Maar in de eerste had hij zo een paar momentjes gehad dat hij zo een bal verloor die anders niet zou verliezen. Wat verbaast eigenlijk dat je Mitrovic niet zegt. Ja, Mitrovic. Ja. Mitrovic was echt ook goed. Ja. Echt een strijder toen met zijn gebroken neus. Zijn vierde keer dat hij zijn neus breekt. Heb je wel, ik ga Mitrovic zeggen, maar mijn neiging gaat altijd naar wat dan AB, omdat ik dat gewoon zo'n mooie voetballer vind. Ja. Een secure, elegante centrale verdediger. Mitrovic is echt een strijder. Maar hier hebben zes gebroken neuzen heeft die man had, volgens hem, in zijn carrière. Maar ik zag die botsing, en zo in slow motion, en van, dat van, en hij stopt daar gewoon bij die foto op de telefoon met die twee tjoep. Ik vond dat legendarisch. Ja, maar ik zag het dan, als hij ervoor zorgde, dat het zo helemaal dik en rood, en zelf een beetje scheef, denk ik. En denk van, dat is een broken dat ik kan beter gelijk zo'n boxeer wel niks laten. Ik denk dat hij al weg heeft gedaan. Dan eigenlijk dat moment daarachter nog, dat Mitrovic dan afgaat, dan komt Kanduz erin. Helemaal onvoorbereid, want dan komt die kans daar. Dat dacht ik. Die kon van toe wel goed gedaan, vond ik. Ja, maar wat doet Kanduz daar? Is dat mooi op zijn man? Wat Tanabe dekt eigenlijk? Tolu was zeker? Nee. Tolu was er ingekomen. Was hij er al in gekomen? Tolu was in die kopte. Ah ja, dat was Kanduz zijn man dan. Ja. En dan had je nog een andere Samuazen die op Watanabe stond en Samuazen stond daar nog. En dan haalt Kanduz het in zijn hoofd om te denken van oei, die speler staat alleen, terwijl dat niet waar is, want Watanabe staat erop. En hij loopt er naartoe, waardoor dat Tolu volledig alleen komt te staan. Mm-hmm. En die gelukkig... Heel scheef kopt. Heel scheef kopt, maar... Hebben we deze match gezien dat Watanabe en Mitrovic als combinatie wel kan werken? Ik vind dat moeilijk. Goh. Ik denk wel dat volgend jaar toe. Ik denk dat ze wel goed kunnen werken in een vier. Man. Allee, het is bij vier van achter, denk ik. Omdat je dan wel echt. Want dan moeten zij twee, dan heb je zo de Gigot-Bron. Want Gigot en Bron zijn ook zo twee leiders. Ja. En dat werkte super goed samen. Ja. Ja. Mm-hmm. Maar over de verdediging trouwens gesproken, ik vond het uitverdediging vond ik vaak heel goed. Dat zo heel met combinaties en zo, dat eigenlijk heel vlot ging, ondanks dat er wel druk was. Jordan niet dat plots denkt dat hij Lionel Messi is. Best ja, wat er is. Dat viel me wel op, zodat er zo een paar keer echt heel goed was uitverdedigd. Maar zo echt combinaties en zo, dat ik denk, normaal gezien, of gaan ze dat al vaak een keer wegtrappen of zo, maar die was het al mooi passen en zo. Ja. Dat is toch wel een grote pluim naar de verdediging. Ik had trouwens ook een interessante statistiekje gevonden. Zeg maar. Dat was de luchtduellen. Mm-hmm. Dat was 70% het voordeel van Gent. Mooi. Dat was... Ja, ik zag dat... Amai. Van ja, dat is veel, hè. Zo denken, man. Dat is veel, hè. Daarvoor hebben we stad, man. Stadman. Ik kreeg altijd een keer op zo'n vast score interessante statistieken. Ja, 70%, ja. Ja, dat is veel, zo, maat. Zo, goed. Kijk, maar een goede wedstrijd, een volwassen wedstrijd. Ja. Europees ook voetbal, voilà. Bedankt Hein voor dit avontuur. Sowieso. Het was officieel zijn allerlaatste wedstrijd. Ja. Ik heb een klein praatje. Toch weer al, hè? Maar dat gevoel van die thuismatch komt er toch weer zo even boven. Ja. En ook toen dat de witte ook zo naar de uitsport kwam, dat was ook wel mooi. Ja. Maar dan, met die mensen heb ik geen emoties. Maar Michel hebben we niet gezien, hè? Ja, Michel blijft nog, dus ja. Maar ja, als adviseur. Adviseur. Zie wel. En het was wel mooi. Zo, nog een keer zo de laatste afscheid zo van Hein. Ja. Ja. Uiteindelijk het is al meevierd. Het was echt leuk. Toen vond ik het jammer van, ik ben daar ook niet ballet alleen. En zo. Ja. Geëerd. Milly ook, ja.
En plots zie je ook zo op sociale media reacties van mensen die normaal zien op Hein zouden kakken. Plots zo van, oh, wat een coach was dat eigenlijk toch. Ja. Dat altijd. Dan zie je dus al zo plots de appreciatie en denk van, amai. Ja. Had die drie jaar zitten kakken op Hein en niet zo, oh, want een coach. Ja, ik heb dat ook. Ja, ja, dat is denk ik dat het grootste voorbeeld daar zit. Zit er al vijf maanden te zeggen, Hein mag weg man, Hein mag weg. En dan nu, oh fuck, wat ik ga missen. Ja, ik snap het, heel, ik snap het helemaal. Maar dat is wel Nico natuurlijk. Hij zou niet kunnen blijven, maar ja. Mis hem toch. Ja. Ook zoveel, zo, Hein voor bondscoach, please. Ja, maar eerlijk, ja, make it zich. Happen. Op zich. Nou, kunnen ze. Ja, maar Hein Kennedy zou dan zo alle sterspelers uit de selectie laten. Hij zou enkel mensen van Gent en Kortrijk nemen. Zo, spelers die zo, niet zo het grootste Sven talent Kums. Hebben, maar zo. No. Gewoon hard werken. Bergen voor straten. En die zou ook gewoon de hele tijd in clinch zitten met de andere bestuursleden. Ja. Want daar heb je wel een deftige organisatie in vergelijking met Gent. Nee, maar ik ben. Nu kan het nog niet echt beginnen, want het is eerst nog congé voor. Alle voetballers en trainers, want ik denk, wordt er vanke zit zelf in Spanje op vakantie op dit moment. Ah, okay. En dan zal hij naar ons komen en zal hij worden aangekondigd. Ja, en ik ben benieuwd naar alle veranderingen. Ja. Ik had gezien dat Franke nog niet had getekend, dat hij na de match van zondag ging tekenen, wanneer dat dan is. Ja. Dus gezien dat ze wat konden winnen. Ja, wel. Zal ook wel content geweest zijn. Ja. Nee, maar ik was eerst een beetje bang. Dat is wel heel veel die te veranderen, ook door veel spelers. Maar ik denk wel. Vooral de contractverlenging van de Sar heeft me echt zo gerustgesteld. Ja, dat wel. Ja. Want mijn ideologie daarachter was. De Sar zat eigenlijk op zijn laatste kans om nog een toptransfer te maken in zijn voetbalcarrière. Het feit dat hij nog bijtekend wil, dan zijn dat hij er in loopt. Het kan nog altijd. Hè, je kunt hem nog altijd uitkopen, maar de kans is gewoon kleiner. Dat stelde mij gewoon echt zo gerust. Ja, ik denk dat het niet slecht is dat Sambaro nu zijn eerste seizoen begint, dat dan ook een nieuwe coach, nieuwe, ik denk dat dat op zich wel klopt. Misschien een nieuwe visie of zo. Dat zo mooi afgerond is. Vroeger, ik heb het al een paar keer gezegd, vroeger beschreven dat zoals een nieuwe pagina. Ja. Dit is gewoon een nieuw boek. Ja. Een metamorfose. Ja, voilà. Wat een moeilijk woord. Als een rechtsstudent. En hoop in te kraken. Wat betekent dat nu? Ah ja. Ja, kijk, nieuwe boek. Kijk er echt naar uit. Tuurlijk ben ik een beetje bang, maar ik ben niet bang om te gaan kijken. Het zijn kriebels zo. Hè? Ja. Ja. Dus. Maar ik vind het gewoon zo zot dat, gelijk Tulin en zo en sommige andere mensen in het voetbal, die praten zo lovend over de toekomstspannen van Gent. Ja. Dat maakt mij zo van, er is dus wel iets. Hè? Wat gebeurt er allemaal? Ja, daarom, ik wil graag weten wat er aan, dat dan er echt zo. Ik hoop dat het gewoon wat zijn begriet, jongens. Zijn begriet. En dan zo gewoon zo die Falou loslaten. Ja. Gewoon zo die staldeuren open. Blijf aan. Jaar na jaar na jaar. Kampioen na kampioen. Geen staldeuren, hè? Stallen, boeren. Stal, nee, hè? Maar de stal van de stier, hè? Van de Buffalo, hè? Ja, oké. Okay. Het is zoiets. Want de boeren horen de Buffalo's, maar de Buffalo's breken uit. Voilà. Dat is een mooie. Ik vind nu wel, nou, je hebt toch nog steeds dat je daar zo een ontwerp van mag maken voor zo'n tyfo of zo. Voilà, ja. Voor als bekerfinales tegen Club Brugge zo'n tyfo. Armada had toch zo'n tyfo dat gestoen is door Djurgården. Zo'n grote doek met zo'n stier op. Dat is altijd zo in de Europese wedstrijden zo van boven. Ja. Dat was echt een coole, man. Yes. Maar wel, nu mocht ooit de bekerfinale zijn tegen Brugge, zo een grote tyfo met zo de. Je zou dat met BUB maken. Voilà. Zoiets van ik ken niemand die dat goed kan. Oké, tenzij er iemand nog iets wil zeggen over de wedstrijd of overheen. Anders gaan we het belangrijkste is gezegd. Door naar het volgende. We zijn toch een beetje aan het ik ga geen moeilijke woorden gebruiken. Recapituleren. We zijn toch een beetje aan het terugblikken op het verleden van Gent. Dus we gaan over naar de barometer. Het is de laatste barometer. We gaan niet doen van deze maand. We gaan doen over heel het seizoen. Hebben we ook een gemiddelde dan? Ja. Ik zal me rekenen. Ik heb weer zo een paar dingen opgeschreven voor een andere keer het seizoen. Samen te vatten. Zo in de competitie, fantastisch begon natuurlijk. Even toch een paar weken had ik op één gestaan, zeker. Hoe lang was dat? Twee weken? Twee of drie, zoiets. Niet lang genoeg. Voor het nieuwjaar had maar één nederlaag tegen Cercle. Maar dan na het nieuwjaar is het heel snel op dag af. Die zegt. Dan is het echt in een enorme dip geraakt. Dat we heel veel dachten, het was. Ergens februari, ik had een keer opgeteld hoeveel keer dat we al verloren hadden, dat was 7 keer of zo. Dat was niet normaal. En ja, dus ondanks dat fantastische, belovende seizoensbegin, toch gewoon
een teleurstellende zevende plek. Play-off 2. In play-off 2 wel vrij dominant geweest natuurlijk. Twee keer verloren tegen Leuven, maar voor de rest alles vrij simpel gewonnen, zeg maar. Ja, en natuurlijk Europees voetbal afgedwongen. Ja. Ja. Iets heel vers van de pers. Archie Brown staat heel dicht bij een Premier League ploeg. Welke is voorlopig onbekend. Ja. Maar het staat in Sky Sports, dus het is wel heel betrouwbaar. Okay. En het zou ook voor een hoog bedrag zijn. Ja. Als het naar Engeland is... Boven de 20, misschien boven de 25. Dat is zoveel. Pond, dus het is nog meer. Ja, maar zoveel. Oké. Maar het is maar competitie... Gelijk dat sommige mensen zeggen, we gaan hem zelf naar Londen brengen. Met alle plezier. Dus competitie al bij al teleurstellend. Beker ook... Teleurstellend. Thijs verloren van Brugge. Ja. Dat deed extra veel pijn. Ja. Kwartfinale zeker was dat. Ja. Zo'n domme wedstrijd in het midden van de week, kwart voor negen. Europees was het ook een klein beetje teleurstellend, wel overwinterd. Maar dan ook weer veel te vroeg uit tegen toch een middelmatige tegenstander. Ja. Toch. De transfers, ja, het zomermercato was heel mooi. Weer veel belovend. In de winter was het dramatisch. Maar wel veel goede spelers gekomen. Jawel, dus... We hebben veel goede spelers verloren, maar we hebben natuurlijk wel veel geld binnenkregen, waardoor we nu wel in een goede financiële situatie zitten. Dus ja, dat is zo een heel korte samenvatting van het seizoen. Hè. Ja, Michiel, jij mag beginnen met je barometer, want ik ga je Anthony laten binnen, want Tien is altijd te braaf. Ja, ik vind het moeilijk, omdat het is echt zo twee kanten, voor de winter. Ja. En erachter. Dat is dus van uiterste. En we hebben Europa weer gehaald voor 10 jaar op erin. Ja, dat zal zeker wel half puntjes schelen, mensen, denk ik. Jantol denkt, twee puntjes, boord. Ja. Ik zou zeggen, mijn denkwijze voor de winter zou ik denk ik wel een 8 gegeven hebben of zo. En nu, ja, richting 6 of zo, erachter. Of nog minder, ja. Omdat we Europees hebben gehaald, ga ik richting 7, wat hij waarschijnlijk te veel vindt. Ik vind dat veel te veel, maar ik zal het opschrijven. Ja, mocht 7 doen. Even. Nielske? Het gaat geen pie zijn, gelijk dat ik de vorige keer gezegd heb. Ook gelijk dat je zegt, twee kanten aan het verhaal, maar ook twee kanten in de zin van sportief-financieel. Ja. Dus daarom zou ik zeggen, ik zou... Niet onder de 5 gaan, niet gebuist, dat niet, maar een 5,5, 6, een 6. Gewoon, gelijk dat je in de krant bijvoorbeeld ook spelersbeoordelingen ziet als gewoon gespeeld is, heb je een 6. En ik vind nu ook wel dat ze het financieel wel goed gered hebben. Op dat sportief vlak. Was het natuurlijk zijn, maar financieel was dat wel een goede zaak dan. Dus, dus daarom een 6 op 10. Ja. Snap ik. Ik heb er al op zitten nadenken. Ik zou eigenlijk gaan buizen. Maar echt met een 3. Maar ik vind het feit gewoon, omdat je Europees voetbal haalt, dat je seizoen een beetje redt. Dus daardoor krijg je een 5. Ja, ook financieel staat goed. Dus. Voilà, en daardoor is het zo 5. Het is gewoon... Het is niet goed, maar je bent er wel door. Ja. Omdat je Europees voetbal hebt en je hebt een toekomstplan. Maar voor de rest hebben we echt... Moesten wij bijvoorbeeld niet Europees voetbal hebben, waren wij... Was het seizoen echt? Ja, dat was, ik had de 1 gegeven of zo waarschijnlijk. Maar ja, niet overdreven. Ik ben precies veel te positieve ingestelde mensen. Ik ben zo streng niet. Allee, ja, voilà. Zeg maar. Kom nu niet af met een 9. Ben je dat een beetje moe, krekje aan het doen? Nee, ja, dus ja, gek dat was echt sportief vast teleurstaand natuurlijk. Ondanks dat, weet wel, we vaak goed gespeeld natuurlijk. Maar we hebben veel te veel matchen verloren aan nieuwjaar. Maar, ik ben ook gezegd, financieel staan we nu heel goed. We hebben een nieuwe overnemer met nieuwe plannen, een nieuwe toekomstvisie. Dus ik denk dat de toekomst er wel nog rooskleurig uitziet na dit seizoen. Dus ik had dan toch een 6,5 hier. Dat vind ik een goed cijfer. Ik dacht echt dat hij een 8 ging geven. Nee, jongen. Let's go, Apple. 6,7 eigenlijk, kom aan. Ja. Maar ik vind, jullie zeggen wel financieel en zo... Het is wel nog sportieve dat belangrijkste is in voetbal, want daarmee haalt je resultaat. Maar je hebt wel een financiële... Het werkt langs beide kanten. Het is een bedrijf. Een goede sportieve resultaten zijn noodzakelijk voor het financiële, maar een goede financiële basis is ook nodig voor sportieve. We hebben nu een
weet dat, ondanks een mindere prestatie, hè, sportief dan, hebben we wel een goede basis opgebouwd ja. naar ja. volgend seizoen. Ik heb me gewoon echt geamuseerd dit jaar. Zowel, allee, ja, ik ook voilà. sowieso. Maar. Maar ook goed met voetbal. Allee, ik vond het ervoor, voor januari echt goed. En dan is het 2 of 3 maanden wat sukkie geweest. En daarachter was het echt weer goed herpakt, vind ik. Dus dan kunnen we een Europees gehaald. Ja. Het is de eerste keer dat een play-off 2 ploeg heeft gewonnen tegen, de, ja. tegen een play-off 1 ploeg. Ja. Dus ik vind dat... Allee, dat is niet zomaar een, ja. zo, een prestatie. Dus, okay. Gent het beter dan Genk een play-off 1? Ik denk... We hadden alles in onze plek gehad. Ik denk het wel, want we zouden in dat ritme gebleven zijn van de goede wedstrijden. Ik denk, het feit dat we play-off 1 zouden halen, zouden wij euforisch zijn en daardoor gewoon puur op euforie blijven voetballen. En dan gewoon... Zou dan zo eerder... Geluk eigenlijk. Ik denk wel dat het weer zo een strijd zou zijn met Cirkel voor die ja. vierde plaats. Ja. Dat wel ja. hoger zou ik het nu ook niet gezien hebben. Oh. Maar ik denk dat we Gent wel meer een ploeg zou zijn waar dat ze zo zich aan zouden mispakken in play-off 1 dan. Mm. Ja. No, no. Denk De titel afpakken van. Dat zou een droom geweest zijn. Ja. Maar dus ja, het gemiddelde van 6,122. Dus een 6,6. Okay, dat vind ik goed. Ja. Ja. Ik vind dat representatief. En wat was het gemiddelde van al de andere barometers van de maanden apart? Heb dat een beetje gelijk? Ik denk nog om. Ik denk een 5 of zo. Dus zal van nog. Ja, 5,5 misschien. Ja. Mm-hmm. Want het begin was wel heel hoog. Ja. En op het einde heel laag. Ja. Maar twee maanden. Door een pi en door een 1 onder andere. Ja, die pi heeft er wel voor gezorgd dat het gemiddelde zo iets van 5,432567 zoiets gaat zijn. En dan heb je ik die zegt 1 op 10. Ja. Ik ben veel te positief. Ik was gewoon boos. Okay. Ja, kijk. Nee, maar je zegt wel van. Ik heb me geamuseerd dit seizoen. Maar dat ik denk sowieso. Dat elke Gent van zich sowieso amuseert. Ja, ja. Maar dit is gewoon Gent. Ja. Elke Gent-supporter weet dat dit gebeurt. En, maar we zijn er boos op, maar iedereen weet toch dat het elke Gent. Verwondert u ook ergens gewoon? Nee. Hij denkt wel. Ja, weer al. Oké. Volgend seizoen weer zeker. God, ja. Volgend seizoen is ons seizoen. Ja, dan is seizoen 10 jaar na onze. Ja, dat kan toch niet anders dan. Ga er weer zo positief zijn binnen een maandje. Maar ik weet de voorspelling nog dat hij vorig jaar gemaakt. Maar ja, welke moet terugkijken of terugluisteren, zeg maar, van wat de voorspellingen waren. Ja, dat niemand heeft het juist. Iedereen zegt ik heb toen tweede gezegd. Ja, iedereen zegt op 3 en half finale of finale beker. Ja, dat was niemand lager dan plek 5 gezegd. Dat ik denk ook dat met de ploeg van de zomer, dat we ook nooit zouden... Nee, want dat zou hebben. Ja, dat is waar. Ja. Kijk, ja. Dan hebben we iets leuks voorbereid, zoals vorig jaar hebben we weer... Voor ons moeten we eerst twee actualiteitspuntjes. Dat gaat niet lang duren. Doe maar. Dat we kunnen eindigen met een leuke ding. Oh, ben ik zelf? Oké. Dus actualiteit. Nieuwe truitjes. Mooi. Wat vind je daarvan? Ik vind ze mooi. Ik vind ze echt mooi. Ik ben niet voor je moet de mening van Thibaut verdedigen. Ja, dat is ook mijn mening. Ja. Nee, ik weet niet. Ja. Uw mening is fout. Ja, eigenlijk had je pas een volledig beeld kunnen scheppen als je ze voor de eerste keer in die truitjes gaat zien. En in het stadion of op tv, dat je gaat zien van, op tv. Als we uitspelen is het toch altijd dat fluo geel, dus dat maakt niet uit. Ik vind blauw ook echt mooi, type blauw, zo mooi koningsblauw. Oh, geweldig. In het begin moet ik wel zeggen, mijn eerste reactie was ook, ik denk dat het in de chat was, van eeuw. Dat is een beetje een raar design of zo, met die zeven en zo. Geleidelijk aan kon ik er wel aan wennen. En gisteren heeft Jonas mij erop betrapt dat ik mijn eigen woon aan het spreken was door eigenlijk dan in de chat te zetten van... had eigenlijk echt mooie truitjes. En dan Niels, gelicht tegen jezelf. Van gedacht veranderd. Ja, ik weet niet. Ik vind ze niet zo... Allee, zo op het eerste... Ik weet, we hebben ze niet in actie gezien natuurlijk. Misschien dat het al meevallen kan al had. Maar ja, ik weet niet. Ik vind het zo hier die witte streep en dan zo een diagonale witte streep die zeven moet voorstellen... Ja, ik weet niet. Maar wel zo denken aan zo vroeger. Had ook zo, ik weet niet, meer dan 10 jaar, 15 jaar geleden of zo, had ook zo een thuisstrijdje, dat is zo gewoon blauw met zo'n witte diagonale. Ja. Was het niet omgekeerd? Een witte met een blauwe diagonale? Beide. Beide, denk ik. Ja. Want ik heb die longsleeve daarvan. Dus dat doen we daar wel aan denken. Dat was in het Ottenstadion. Dat was Jacco. Dat was thuisstrijdje was dan volledig wit met de blauwe diagonaal. En dan, heel raar, het uitstrijdje was dan volledig blauw met de witte diagonaal. Dat is omgekeerd. Want dat witte met blauw vond ik super mooi, maar dat blauwe met die witte diagonaal vond ik echt niet mooi. Maar ik heb die truitjes ook wel gezien. Dat zijn wel leuk, maar zo, het is zo... Ja, wat ik leuk vind aan een truitje van nu, is dat we niet zo'n opvallende hoofdsponsor hebben op ons ding. Oh, ja. En dat zo'n beetje een clean truitje is. Ja, en die zeven maken het uniek. En dat vind ik wel mooi. Dat is wel mooi. En dan vind ik eigenlijk dat we zo in het begin van het seizoen tegen een of andere ploeg in de competitie met 7
doelpunten moet... Allee, dat we 7 goals maken en dan elke match daarna strikken wij die tegenstander gewoon af van, ja, kijk, 7. Dat gaan jullie ook overkomen. Maar wat ik me afvraag, ik weet niet wie dat er volgend seizoen nummer 7 gaat dragen, maar dan zeggen ze, ja, 7, ah, ja, 7, ja, 7. Ja. Nummer 7, geel. En dan zo, wat, ik? Ja, wel, dat vroeg ik me af. Mag het eigenlijk van het FIFA-reglement? Mag je een cijfer hebben op je... Maar het is niet Chelsea volledig. Chelsea had ook die 3. Op ah ja, dat was sponsor inderdaad. Ja, ja. Het is ook niet volledig in 7. Ja, het is een stilistische 7. Ja, ik vond het ook wel goed zo bij die badge, dat er zo wat blauw dingetjes ook zo bij zijn. Dat dat niet zo gewoon witstreep is, maar dat er zo detailjes. Wat was jullie favoriete truitje van de 3? Dat witte. Dat zo die kleine fijne lijnen en hier zo in de... Ja, de blauw aan de zijkant. Ik hou er echt van. Ik heb direct gevraagd van mijn vrouw. Zo wel heel clean, heel zo gewoon strak wit. Met een blauwe accent erbij. Sonko, daar is dat balwaas wel mooi op, eigenlijk. Zo. Kijk er nu al naar uit. Sonko zo. In Jan Breidel, hat-trick, hoppa. Ik zet hem direct op mijn truitje. En dan zo. Zo. Dat is tekenaar Heijn, waar heb je me niet opgesteld voor het seizoen? Ja. Daar kijk ik echt naar uit, naar Sonko zien shinen. Ja, want ik vind, elke keer als je hem ziet voetballen, zie je gewoon wat voor een talentvolle voetballer dat is. Ja, stel je voor dat die jongen matchrit mee heeft. Oh, dat is een monster, maar dat is een Noosa, is er niks mee volgens mij. Ja. Zo net. Zo was hij. Even wachten. Ja. Zo was hij. Nee, ik ga niet overdrijven, maar ik ben gewoon echt fan van hem. Ik vind die... Zie je altijd wel potentieel heeft. Ja. Maar ook gewoon... Zijn zelfvertrouwen op die bal en zijn schot is echt goed. Ja. En het enige wat hij mist is die kracht nog. Dat komt wel in België, traint je dat wel redelijk snel. Ja. Zo. We hebben nog één iets. De U15 heeft de finale bereikt van de KDB Cup. Ja. Toch wel een mooie prestatie. Elke wedstrijd gekeken. Ja. Het is begonnen tegen Rangers, achtergekomen en gewonnen dan met 2-1. Dan tegen FC Barcelona, verloren, nip 0-1. Maar FC Barcelona was daar echt veel beter. Ja. Barcelona heeft dan ook gewonnen van Rangers, waardoor Gent op 2 is geëindigd. Ja. Dan was het Genk tegen FC, tegen Barcelona en Gent tegen die Braziliaanse ploeg. Ik weet niet dat... In de kwartfinale hebben ze gewonnen tegen PSV met 0-1. Ja. Halffinaal tegen Palmeiras, ook 0-1 gewonnen. En dan heeft Genk gewonnen tegen Barcelona op penalties, want die wedstrijd was ik ook tegelijk aan het kijken. Ja. En dan dacht ik van, hoezo verliezen wij tegen dit Barcelona, want Barcelona was echt niet zo goed toen. Maar Barcelona is wel de titelverdediger. Ja, en dan was het naar de finale tegen, tegen City. 1-0 achtergekomen, 1-1 gelijk, en dan toch nog 2-1 En op de allerlaatste seconde heb ze een dubbele bal van de lijn gered. Ja. Een keer op de deklat en dan één van de lijn gered. Dat is wel zo... De Bruyne zijn eerste club en zijn huidige club, die zo tegen elkaar stonden. En hij was er ook, dus dat was wel... Ja. Maar dus een mooie prestatie van die jonge gasten. Ja. Ja. Terwijl eigenlijk de U15 zijn nu niet de zotste U15 van België, maar wel echt heel goed gevoetbald. Mm. Ja, ik vond... Allez, zeker Fredje Dupré als coach. Ja. Oh, hoorde hem roepen, maar. Dat is toch zalig. Ja. En ook zo al die filmpjes op de stories van KGent Jeugd. Ja, want dat... Ja. Goeie jeugdcoach. Ja, dat is maar ik vind dat, want vaak zo, ik herinner me dan ook van in mijn voetbaltijd, dat er altijd veel ouders zijn die zeggen, waarom roepen de coach en zo, en dat moet niet zo boos zijn. Maar ik vind dat moet in het voetbal, zeker op het niveau van een jeugdploeg in Gent of zo, is dat belangrijk dat je discipline creëert. En zeker als je op die leeftijd zit. Er is een verschil tussen gewoon roepen en mishandeling. Ja, natuurlijk, 100%. Ja, nee, maar ik snap het wel. Maar het was niet je hoort hem gewoon vaak roepen en hij roept sowieso al wat boze dingen. Maar je weet ook gewoon als voetballer, van als ik mijn taak doe, dat ik dat niet ga hebben. Ja. Dus ook het is achteraf, zo'n beeld te zien van hij, die zijn jongens toespreekt. Ja, dat is een toch applaus krijgen van hem en zo. Dus dat is een mooie prestatie. Ja. Dat was, voor het eerst dat ooit agent in de finale zat. Ja. Nog nooit bereikt. Dat is mooi. Volgend jaar winnen. Voilà, Mokyo was daar ook blijkbaar, maar dan kon hij niet afkomen naar de wedstrijd. Och jong. Clown. Maar blijkbaar zat hij in een YouTube-chat via het account van zijn zus en hij zei, ik moest studeren. Maar ja, iedereen kan dat natuurlijk zijn. Via het account van zijn zus. Wat is het allemaal? Ik vind het gewoon, ja. Ik snap die jongen niet. Als hij relatietherapeut nodig heeft. Ik snap die jongen niet. Maar kijk, zo was hij wat er van komt. Die jongen is 16, hè. Kan ik dat niet maken? Dan gaan we overgaan naar de... Awards. De award, zeker. Vorig jaar hadden we dat ook gedaan. Ja. We hebben dus denk 5 categorieën en iedereen heeft zijn speler daarop, of speler, als je meer hebt, daarop aangeduid.
We gaan ze dus eerste. Van boven naar onder overlopen. Het is eigenlijk gestolen van op Twitter, de categorieën. Oh, ja. En voor Nederlands, want het was allemaal in het Engels. Allereerst speler van het seizoen. Ik denk dat dat bij iedereen hetzelfde gaat zijn. Ja, want als het niet zo is, dan snap ik jullie niet. Julien de Sarre. Ja. 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 Ik had wel een honorable mention voor Kandelman. Maar voor de tweede helft. Ja, maar die komt straks bij een andere categorie. Veel en Kums ook. Ja. Kums, ook wat dan al bezig ook. Ik had trouwens de uitrekking van de Jean-Claude Bouvier trofee. Dat ik zelf helemaal de top 3 US geraden. Echt? Ja. Ja. Ik had ook dezelfde 3 die ze hadden voorgeschreven. Kums, wat dan al bezig. Ja, ik denk dat Kums daar gewoon zo wat pech heeft gehad dat hij een blessure had. Ja, dat de Saar dan toen de sterker was. Ik had de Kandelman, wat dan al bezig. De Saar. Geen Pieter Gerkens, Cedric. Nee. Allee, ook geen nieuws zeggen. Die komt straks nog wel voorbij. Nee, die staat er niet in de lijst. Ah, oké. Oké, dan volgende is flop van het seizoen. Ja. Jentel, jij mag beginnen. Wie is uw flop van het seizoen? Ik heb er eigenlijk 2 opgeschreven. Denk ten eerste Schmidt. Mm. Die is gekomen en niet, was het helemaal zijn fout dat hij die paar ballen heeft binnengelaten die niet binnen mochten gaan. Niet helemaal natuurlijk, maar een goede indruk heeft hij toch niet gemaakt. Dus daarom Schmidt. Ik had ook nog een naam opgeschreven, maar dat zal misschien nog zoiets komen. Dus ik ga die eerst de andere laten doen. Is goed. Ik had ook Schmidt opgeschreven, maar ik had ook Fadiga. Omdat toen dat hij kwam, rechtsachter in de Ligue 1, echt goed niveau. Dus ik denk dat we allemaal dachten, dat echt een goede versterking worden en dat hij echt goede concurrentie zijn voor Samoa's of zo. Dat dacht ik nu niet, want hij kwam uit stilzitten. Hij had de hartproblemen. Ja, dat is waar, maar ik bedoel gewoon... die halen toch echt een goed niveau in de league uit. Dat is toch niks. Dus ik denk dat we op zich wel overtuigd waren als hij weer wat ritme hebben of zo. En na een paar maanden. Ik vond hem echt teleurstellend toen. Als ik heb hem ook opgeschreven als flop van misschien. Puur omdat hij. Alleen omdat ik vond dat hij teleurstellend over. Nou, misschien waren de verwachtingen te hoog. Misschien dat hij onder Franke in een viermansdefensie. Als zij daar rechtsachter misschien beter tot zijn recht ook gaat komen. Want ik zag wel als hij daar op de wingback moest staan. Dat eigenlijk echt niet zijn ding was. Ja. Om heel die flank zowel aanvallend als verdedigend. En denk dat hij echt als zuivere bak misschien meer tot. Denk bij Brest was het, hè, Lieke. Ja. Speelde ook met 4 man van achter. Dus was hij ook gewoon zuiver rechtsachter. Natuurlijke positie. Ja, maar ik weet niet. Ja, misschien dat is echt iets te hoge verwachtingen of zo. Maar. Ja, maar hij is ook mijn flop van het seizoen. Ja. Fadiga, gewoon, niet omdat ik had er geen hoge verwachtingen aan, maar ik dacht van wel, Dina kan wel marcheren. En ik had altijd zo het gevoel dat hij ook zo nonchalant was. Hij wou het gelijk ook niet, vond ik. En dat stoorde mij enorm aan hem. En daarom heb ik hem ook opgeschreven. Ja. Want ik kan wel zo Hulshager opschrijven, maar dat is niet echt flop van het seizoen, dat is flop van zijn transfer. en Schmidt, Schmidt heeft ook gewoon pech. Dat het is niet 100% zijn schuld. De winter ook veel. Alleen, ik denk, er waren geen goals zijn schuld tot aan die ene goal op Standaard. Bij penalties heel veel ongeluk had. Ja. Toch, ja. Ja, maar zo... Groot zijn, hè. Ik kon er niet aan doen, maar het is toch een beetje een flop. Ja, als die bal zo toch onder hem doorging in de penalty, dat is misschien wel pech, maar dan denk je toch... Maar ja, goed. Iedereen kan roef zijn op penalty's. Dus En Niels? Ging u flop zijn? Ik ga Kandus zeggen. Misschien ook deels ligt het aan mij. Een beetje disrespect. Maar mijn verwachting van Kandus, denk ik, gewoon aan het begin van het seizoen lagen iets te hoog. Ik dacht van, het is een verdediger van Union. Meest steady verdediging die er was het seizoen daarvoor. Maar ik heb meer frustraties gehad over Kandus. En dat in combinatie met de verwachtingen die ik had. Dus het ligt ook puur aan mij. Dus het is echt mijn flop. Het is niet de flop misschien in het algemeen, maar het is echt mijn flop. Het is niet dat hij match na match slecht was of zo, maar wel half seizoen een keer ik een moment. Maar ik vind het te veel afhankelijk van andere centrale verdedigers om te beginnen. Ja, ik snap het, Uitvoetballend waren er dingen dat ik dacht van, wauw. Ja. Dat dacht ik ook soms, de simpele dingen van, wat doe hij nu? Snelheid... Ik wist dat hij niet de snelste was, maar bij Union dacht ik echt, die kan zijn plan trekken daar op rechts. Maar ik vond totaal niet dat hij zijn plan kon trekken op rechts. Maar speelde ze bij Union ook niet met 4 van achter? Met 3. Met 3? Dat was hij, de rechter, dan Burgess in het midden en Van der Rijden links. Maar dan had hij gewoon volgens mij de chance dat op de wingback dan Dine Nollander, die nu bij Feyenoord zit, Nieuwkoop, het gewoon echt goed kon belopen en hem vaak ook gewoon ondersteunde. En dan ook zo een combinatie van
dommigheden die hij in een match heeft, penalty veroorzaken, dan daar met zijn hand rood pakken, onnodig. Ja, die dingen tegen Mechelen en tegen Westerlo, ja. En zo. Ja. Daar in januari. Ik zeg het als ze dat bij ons speelde, dat die noemen dat we zo vaak denken aan Engadu. Bij Engadu had ik ook dat is ook altijd Engadu was wel. Engadu dacht ik meer van David onder controle, ja. Deze leider. Maar ik dacht, als hij begon te dribbelen, dacht ik altijd van alsjeblieft stop. Op dat vlak wel, ja. Maar echt puur verdedigend had het wel echt onder controle. Ik vind Kandus als echt puur verdedigend, vind ik, maakt hij zo weinig fouten. Mij overtuigt hij niet. Hij heeft gewoon zijn snelheid niet mee. Maar zijn lichaam en zo. Maar je maakt misschien die fout net wat zo traag is. Dat hij toch, moet toch aan het uitstrekken of zo. En ik denk inderdaad, als je dan een speler zoals Nieuwkoop zou hebben bij hem, dat hij dan even nadenkt dat het Sam Waas is. Ja. Aan zijn kant staat. Maar ik zeg, het is mijn eigen verwachting die al te hoog lag bij Kandus. En dat dan in combinatie met al die kleine dingen, het feit dat ik gewoon enorm gefrustreerd ben ook op hem. Allee, er komt dan bijvoorbeeld een vlugge aanvaller op hem af en gewoon met één schijnbeweging dat hij gewoon in het zak wordt gezet, dat ik denk van... En dan zie je hem erachter lopen en dan zie je zo in zijn gezicht van ik kan het niet, maar ik doe het toch. Dan vraag ik mij gewoon af, hoe deed hij dat bij Union? Want dan werd het toch ook voortdurend bestookt met van die... Dan had je Nieuwkoop die gewoon de spurt van zijn leven zet. Ja. Dus het is een beetje die combinatie. En nu ook het feit dat het toch in de weegschaal ligt met een oudere... liggende weegschaal met Mitrovic. Ja. En veel verschil zie ik nu niet of het nu Mitrovic is die daar staat of Kandus. Veel verschil zie ik echt niet. Dus, maar ik denk als je mijn 4-3-3 zou spelen, dat hij wel er echt goed in zou kunnen renderen. Als wel een van de centrale, natuurlijk. Ja. Oh. En dan, dat niet te vergeten zijn optreden als laatste man, als hij moest... Dat was echt dramatisch. Tegen Mechelen daar, terugspeelbal. Ja. Oh, maat. Ja. En dat is gewoon als je aan al die dingen terug denkt en je legt het allemaal samen, denk je. Nee, maar ik vind Kandus vind ik echt gewoon zo puur zijn verdedigende acties. Daarmee bedoel ik zo bal bijhouden, wegkoppen, in duel gaan. Zo echt het verdedigen vind ik hem top. Ik denk dat je ook gewoon puur als je naar hem kijkt, dat je dat ziet en dat dan een verdediger is. Dus een verdediger voor zo'n parkeerde busploeg. Ja, eigenlijk wel. Daar gaat er niet voorbij raken. Ja. Maar het enige wat hij moet echt is aan zijn conditie. Allee, zijn conditie niet, maar gewoon zijn snelheid. Ja, maar het dan niet. Je kunt op trein natuurlijk, maar... Maar het is het een of het ander. Hè. Of je moet dan zo'n Adama Traoré zijn die 24/7 in de gym zit en een monster is. Maar die dan wel niet kan shotten. Nee. Nochtans, Adama beweert nogthans dat het zonder te trainen is dat hij... Babyolie. Ik kan dus ook gewoon zijn babyoliepams mee. Oké, volgende. De meest verbeterde speler van het seizoen. Nou, ik denk dat we allemaal dezelfde hebben opgeschreven. Ja. Ik heb er twee. Ik heb wel een paar. Ja. Maar we zullen gewoon degene... Ik heb Gandelman. Ik denk dat bij iedereen die wel op één staat. Ja. Maar sowieso. Pardo stond er ook bij. Ja, Pardo. Omdat in het begin van het seizoen iedereen zo Pardo, die kan toch niet zoveel van dit en dat en dat. En dan nu is hij van de... Zeker de play-offs is echt... Ja, sinds de play-offs is hij gewoon een topscorer van ons. Ja. Dus ik vind dat mag inderdaad gelijk. Daar zegt, ik denk dat Gandelman in totaal... Ja, die heeft echt het hele seizoen gespeeld, zeg maar. Die is echt begonnen bij ons. Ja. Die hebben wat tijd nodig gehad om daar wel in te werken. En in één keer is hij losgeborst. Ja. Cool. aan het kijken van Gent had iets gepost en ik dacht transfer, want dat zag er echt zo een transferdingsje uit. Ik dacht zo, wow, dat was gewoon reclame voor de shirtjes. Dat echt mooie shirtjes, hè. Zeker die blauwe. Die zeven. En ook echt een mooie locatie voor de fotoshoot. Dat wil ik ze wel echt geven. Dat is wel een filmpje was wel leuk, met zo die... Zo'n mini-voetbal. En de Saar tegen wat dan? Maar toen mij ook echt denken aan zo'n zaalvoetbalshirtje. Vind je dat niet? Ja, veel. Hoe zit het voor de treitjes? Ah nee, maar hij doet niet mee met dat toernooi. Nee. Dus ik maak het ook met wat treitjes gaan we eigenlijk voetballen. Nee. Ja, wij doen mee aan de Keizer Karel Cup. Ik weet niet, is al betaald, want voor zelf dat zijn de inschrijving al vol, hè? Wat? Maar voor zelf dat is de inschrijving al vol. Nou, dan schrijf ik iedereen terug over, hè. Maar dat is misschien voor bij een podcast. Nee, maar ik denk dat Gandelman en Pardo inderdaad de meest... Die kwam direct in mijn hoofd. Ja. Heb jij nog iemand anders opgeschreven? Die twee. Fofana op zich ook wel. Maar die stond al goed in de picture, maar is er nu wel gewoon volledig uitgekomen. Het was eigenlijk gewoon het verlengde van het seizoen ervoor. Ja. Oké, dan de meest underrated voetballer van Gent. Ik heb misschien een verrassende naam opgeschreven.
Ik heb eigenlijk gewoon Tarik opgeschreven. Ja, ik dacht ook aan Tarik Tsoudali. Het wordt daar gewoon... Dan rare mensen. maar er wordt gewoon heel veel... Dan BLO, dat is. Beetje dan BLO. Er wordt gewoon heel veel over gezaagd en over zijn zwakke punten en zwakke momenten tijdens matchen en zo. Hmm. En terecht ook, want hij heeft die zeker... Maar toch is hij toch gewoon weer topschutter bij Gent. Hij heeft wel zijn echt 15 zijn goals. 15 goals, 7 assists of zo. Ja, 15 in de competitie, maar dan ook een beker en Europees ook. Ja. En hij is nog, hoewel het gewoon minder soepel overkomt dan in zijn eerste periode, maar gewoon bij heel veel doelpunten gewoon betrokken. Ja. En een niet gewoon betrokken, maar echt een noodzakelijke factor. Zonder hem kwam dat doelpunt nooit tot stand. Yep. Ja, ik heb trouwens toevallig eigenlijk gezien, dus in de competitie had hij 15 goals en 15 grote kansen gemist. Dat is ook zo een statistiek op SofaScore. Een beetje lijkt Jarem. De man die niet genoeg mag worden. Die weer al niet gescoord heeft. Dus dat hij gewoon een klein beetje efficiënter was. Afwerkt, ja. Dat kan zijn gewoon echt nog 20 goals maken. Zo. Ik zou mijn meest underrated voetballer is Brown. Ik vind dat veel voetballers zich gaan mispakken aan hem. Nee, en zeker topploegen voetballers. Zeker in het begin van het seizoen. Underrated bij de tegenstanders bedoel je dan? Want ik denk niet dat dat bij de Gent-fans... Ik zou dan eerder zeggen overrated. Nee, dat gaat zeker mij kapot slaan. Nee, maar ik vind echt dat hij... Ja. Ik vind hem echt underrated. Ja, maar dat is wel zo'n periode geweest dat hij echt niet zo goed was, maar dan is dat toch... Maar dat was voor de ploeg eigenlijk ook gewoon een slechte periode. Want ook een klein blessure had toen. Ja, juist. Maar gelijk, die wedstrijd... De eerste wedstrijd tegen Brugge. Ja. Man, heel Club Brugge zat in zijn broek, zou ik denken. Ja. Dat was echt zot. Dat was echt zot hoe goed dat hij voetbalde. Ja, en toch nog die meme over maakt het nog. Ja, maar ik dacht ook van, hoe zijde hij hier gekomen? Ja. Over een wonderkind, zeide hij. En zie nu dat hij misschien voor 20, 25 miljoen weggaat. Dat is echt een wonderkind. Dat is echt wel heel veel. Maar nu, los van Tarik, dat is wel echt moeilijk om zo underrated player. Gerkes en Jules zeker. Ik durf voor deze aflevering. Bedankt om te kijken. De volgende week zijn we terug. Ik dacht echt van... Zoek ik nu Gerkes? Uiteindelijk heeft hij niet slecht gespeeld of zo, maar... Het is wel... Gerkes ik vind hem wel echt wel, onderschat. Ik snap je wel. Want er zijn echt momenten dat je ziet in een match van die echt klasse. Natuurlijk. Ja, die goal op SCVV was wel echt. Ook tegen Antwerp thuis vond ik hem echt goed. En dan dacht ik van, dit is de Pieter Gerkes die ik elke week wil zien. Was ook echt een box. Ik wil hem liever niet elke week zien. Ik vind Bardo ook wel een van de underrated spelers. Nou, te weinig gespeeld. Kan ik wel in komen. Daar iets over te kunnen zeggen. Heeft er nog iemand een andere underrated speler dat u wil aanhalen? Jan Martens. Roef is misschien ook wel underrated. Roef is eigenlijk inderdaad echt underrated. Zeker tweede van het seizoen. Roef wordt ook bijna credit, denk ik. Nooit besproken als het dan gaat in een ander voetbalpraatprogramma. Ja, over de doelmannen wordt die enorm weinig benoemd. Hier maar Bodaar is echt goed, hoor. Ja. Ik vind Bodaar is wel echt een van de grootste keepers van België. En die is ook jong, wist ik eigenlijk niet. Gelijk dat Niels zegt, hij wordt vaak niet besproken in de tv-programma's over voetbal. Maar terwijl dat we hem hier wel echt meerdere keren tot man van de match hebben bekroond. Ja. Dus, hij valt gewoon niet zo op, denk ik, bij de globale kijkers. Denk het. Terwijl hij heeft echt dan nog redelijk veel clean sheets gepakt. Want je hoort dan ook zo'n mensen zeggen, Roef heeft het record van penalties gepakt, maar moet je een keer al die penalties zien, zo slecht genomen allemaal. Ja. Elke doelman zou die pakken. Want alle penalties tegen Roef... Er zijn niet veel penalties die allemaal in de kruising zijn getrapt. Hè. Dus je moet wel gewoon de goede look pakken. Maar ik vind van de Roef, ik vind hem echt een hele goede keeper, maar hij is, ik vind hem geen topclubkeeper. Ik zou hem het liefst houden natuurlijk, omdat ik liefst eerst op andere plaatsen transfers zou doen. Maar moesten we kunnen, moesten we de scouting iets goed kunnen vinden. En Roef zou ook, want ik denk wel dat Roef... volgens mij kan Roef beide kanten doen. Kan hij perfect weg en kan hij perfect blijven. Want in de winter zat hij heel dicht bij een Ligue 1 ploeg. Ik zou Roef ook het gewoon gunnen om weg te gaan. En ergens zou ik het ook liever willen, als wij echt nog een keer gewoon een echte top keeper kunnen hebben. Zo'n Kalinic of een Sels of een Kaminski. Gewoon echt zo... Echt een goede keeper. Ja, ik snap het wel. Want ik vind... Roef is geen goede onbetwistbaar nummer 1. Roef is zo van alle keepers in België... Maar alhoewel zijn er op dit moment niet veel goede keepers in België. Dus.
Maar gewoon zo, gelijk O'Neill. Er zijn zo zeker betere keepers dan hem, maar is wat, weet je, hij is ook een slechte typische, echt, echt degelijke keeper. Derde, vierde plek van beste keepers in Belgen. Ja, dat weet maar zo, is, ik zie hem zo, hij is zo, als je zo, zo gelijk dat je altijd zo een rating doet, zo A, B, zo, allez, zo C, B, A, en dan zo S-tier, is hij zo de A-tier. Dus je hebt zo S-tier, zijn zo de alle de legends, alle goede keepers, en hij zit zo in de A-tier. Ja, dat is zo, ja, hij is meer dan degelijk. Ja. Hij is een goede keeper. Ja. Maar gelijk, want te zien, met Nardi erbij, is, gelijk dat Niels zegt, geen onbetwistbare nummer 1, anders zou hij wel al spelen, snap je? Want ik hoop ook gewoon echt dat Gent van dat idee afstapt om twee keepers te hebben. Ik vind dat het domste idee dat er bestaat in de voetbalwereld. Goh, zij dat juist wat doen, man, dat langdurig geblesseerd is. En dat is waar, dat is waar. dat is het risico dat je neemt. Tuurlijk, maar ik vind dat het domste idee dat je kan hebben in voetbal. Want ik spreek ook gewoon uit ervaring als keeper zijnde, is dat gewoon... Ja, je weet dat je moet vechten voor je spot. En als je dan zo echt zo die rivaliteit, vriendschap hebt met je collega, conculega, dan is dat gewoon echt... Dat is gewoon maar ja, langs de andere kant, elke andere speler weet dat hij concurrentie heeft, dat hij ervoor moet vechten. Maar ik snap wel wat je bedoelt. Dat dan, maar in Gent hebben we dat eigenlijk werkt. Ook, want de Schrevel is ook wel ergens een jeugd, de keeper. Dus ergens... Ja. Dus eigenlijk, als tweede doelman, zou het zo beter zijn. Ik ga nu wel Club Brugge nemen als voorbeeld. Doe maar. Maar je hebt Mignolet dan, zogezegd, als onbetwistbare nummer 1. Maar bijvoorbeeld die tweede doelman, Norden Jakkers, geen slechte doelman. Ja, maar ik denk ook wel dat bij Jakkers, dat hij ook wel weet dat Mignolet binnen 2 jaar stopt en dat hij dan... Ja, maar dat vind ik het voorbeeld van een ideale tweede doelman, voilà, die zich kan neerleggen zo'n jonge bij de rol, maar wel echt goed is. En bij Beveren belofte heeft hij... Of zo'n belofte, of zo'n ancien die wel nog goed is. Ja, kan ook. Ja, maar die vragen meestal veel geld. Anciens vragen meestal heel veel geld. Hendrik. Ja, ik zou gelijk Club Brugge gewoon zo één goede, stabiele keeper. En dan daaronder gewoon zo'n jonge talent. Een jong talent. Die met alle plezier zijn kans grijpt. En wie weet zelfs beter wordt. Want te zien met Jakkers ook. Ja. Mignolet is geblesseerd geraakt. En die heeft echt zijn kans gegrepen. No? Die van Antwerpen ook. Ja, dus ook een van Club Brugge. Lammers. Ja. Daar heeft hij ook, die heeft wel veel ongeluk gehad in zijn hol ook, vond ik. Like die wedstrijd tegen Club Brugge toen. Oh, bon, dat we zeggen. Pipalo-podcast. Oké, dan hebben we nog twee dingen. Transfer van het seizoen. Ik heb er twee opgeschreven. Ik heb één echt van drie. Ja, ik heb er twee. Ik heb... Oh ja, wat dan AB? Maar ik zou Gandelman boven plaatsen, maar wat dan AB ook? Ja, Gandelman snap ik wel, maar... Gandelman was echt het volledige seizoen. Echt gewoon de baas in de verdediging. En ook, Gandelman was ook meer een gok, denk ik. Nee. Want die werd Watan AB was toch echt een berekende transfer. Het is gewoon dat Watan AB dat hij direct titularis kon zijn. Maar Gandelman was echt zo, oké, project voor de toekomst. Ja, Gandelman is een project. En dat wisten we ook allemaal. Ook. Ja. Die is ook gewoon... Mijn transfer, slechtste transfer. Of is best? Het beste. Ja, transfer van het beste, oké. Ja. Maar ik vind het raar dat hij dan nu niet Brown zegt, terwijl hij hem de hele tijd zo hoog hebt. En dan... Ja. Ik weet niet, ja. Kan toch niet helemaal een tierlist Brown maken? Dat zou een beetje saai zijn. Dat is waar. Ik wil het doen voor u zijn. Kijk eens goed, het is Brown. Speler van het seizoen Brown, flop van seizoen Brown. Coach van seizoen Brown. Brown zit zodanig in hem, als hij naar Chelsea gaat, hij stopt met Blue White Breakdown en hij start een Engelse Blue White Breakdown. Ik ga gewoon de Chelsea Blue White Breakdown zien. Dat is ook Blue White, voilà. Salut, hè. en dan hebben we nog één ding, favoriete moment. Ja, ik heb er kwam direct een moment in mijn hoofd. Mij ook. Arrivederci. Nee, maar ook heel die match. Het was begin september, het was nog goed weer. Ja. En met ons maten naar... Ja, de Corté ook, met ons maten naar die match. Maat, hij zei mijn maat niet. En dan nog... Van Naken, die hem daar belachelijk gemaakt. Een match herbekeken dan op je kop. Ja. Goh, man, dat was voor mij ook een... Nee, de sfeer was zo goed. Ja. Met die twee geweldige goals van de Hong daar. En dan wegliep omdat hij weg moest gaan. Dat was gewoon zo mooi. Allee, dat is een mooie dag met vrienden. En zo. Die stress op het einde dan nog. Ja. Met Nardi die er dan een aantal nog... Uithaalt. Ja. Die was echt goed, die wedstrijd. Ja. Dat is voor mij is dat iedereen zijn moment van... Ik heb al langs wel honorable mentions, maar... Zeg maar. De penalty save van Roef op Mechelen in het begin. Ja. Dat was er ook wel in de laatste minuut. Dan eigenlijk ook... Welke penalty save nog?
Ah, hij zat toen, dat is bij mij te kijken, ik weet dat nog. Ja, juist op uw laptop. Ja. Goh, ja, dat is misschien niet het beste moment van het seizoen, maar wel een mooi moment. Gewoon afscheid van Heijn en zo. Ja. Tegen SVV van de Poitre. Gewoon, dat was ook wel was ook allee, niet het beste moment, maar wel gewoon een mooi moment of zo. Het meest emotionele moment. Ja, misschien wel, ja. En nog een honorable mention. Goh. Niet echt, dat is ook altijd die. Goh. Wel, er is wel één match die, waar ik niet aanwezig was, maar die mij wel zo toen het gevoel had van, ja, wij gaan kampioenen worden. Zo, dat moment. Dat was zo, dat was thuis tegen Standaard, maar nadat Standaard gewonnen had van Anderlecht, Club Brugge, en dat Standaard op dat moment echt zo het beeld had van, ja, dat is de ploeg die hier tegen alle topploegen. Yeah. En dan plots zich zo 1-0, dan 2-0, 3-0. En dan dacht ik echt van... kampioen. Is het dit jaar? Is het dit jaar? Dat kan toch niet anders? Dus, allee, dat was zo echt zo een breekpunt, dacht ik toen, op dat moment. Dan is het anderzijds gedraaid, maar dat was ook zo nog echt een moment van... Want dit seizoen was echt een typisch Gentse seizoen. Ja. Een rollercoaster van emoties. Ja, exact. Maar ik kijk met zoveel plezier uit naar het volgende seizoen. Ja. En ik hoop echt dat het stadion weer elke wedstrijd vol zit. Want ik vind daar ben ik wel echt jaloers op, Club Brugge. Ik heb één dag 24.000 abonnementen verkocht. Al direct helemaal uitverkocht. Direct volledig uitverkocht. Man. Allemaal succes-supporters. Kom op allemaal. Please. Ik wil op zijn minst 15.000 zitten. Ja, man. We hebben het met veel abonnementen als er geen sfeer is. Zwaar. Inderdaad. Ik denk dat, zaten we dit jaar aan 13.000? Ja, 13.000, 14.000 abonnementen. Misschien met de half seizoen. 14.000. Ja. Wat? Dat is nu maar de helft van. Nee, maar ik zou zeggen, kom allemaal volgend jaar. Sowieso. Want volgend seizoen is ons seizoen. Zoals altijd. Stel wat heen. Gaan we amuseren ons. Amuseren ons. We gaan de treble pakken. Ja. Maar ja, ik zat altijd te denken, like, dit jaar in de Conference League moesten zo Gent daarin zitten. We zouden ook wel echt weer daarin kunnen meestrijden. Conference League, volgens mij kunnen wij komend dat jaar. Winnen. Wij kunnen dat echt winnen. Ja. Nee, nu gaat het moeilijker worden met die rare potten. In BBB seizoen 60. Kom voor een slieke. Nou, we kunnen dat echt winnen. Dat is een vlak voor dat we doen. Dan. Ja. Hey, we zijn al wel elke keer bij de Conference League geweest. Hè. Dus we zijn OG's van de Conference League. Volle drie keer. Eigenlijk verdienen wij niet meer om in pot 1 te zitten, maar zo in pot S of zo boven. Eigenlijk verdienen we gewoon om Champions League te spelen, vind ik. Gewoon puur daarvoor. Vind je dat niet, Niels? Ja. Nou, voilà. Ik vind, hè, nadat je 10 seizoenen op rij Europees speelt, moet je een gratis ticket krijgen voor Champions League. Ja, president. Ik vind dat play-off 2, de Euro-play-offs, dat voor Champions League moet zijn. Ja. Dus de winnaar van play-off 2 speelt tegen de kampioen voor de Champions League. Club Brugge, we're coming for you. Dus we moeten dat aanpassen, we hebben toch weer een nieuw formaat voorgesteld. Volgend jaar kunnen we weer een nieuw voorstel, dus om dat te proberen in moffelen. Ja, dan kunnen we van deze keer gewoon de winnaar van play-off 2 maakt nog kans om de titel te nog zo'n barrage match tegen de kampioen. Ja. Kijk, het was weer een geweldige BBB-seizoen. Ja. Ik denk dat we in totaal... Ons eerste volledige seizoen. 56 aflevering, dat dit aflevering 56 van dit seizoen is. 57. Kijk. Met de special erbij van voor zomer 58 eigenlijk. Ja. En er komt nog één special aan, maar die zullen ongeveer in het midden van onze breakplannen, zodat jullie toch niet onze leuke stemmen moeten missen. Het zal enkel met mij zijn en dan drie andere mensen die hier niet aan tafel zitten. Die mensen die veel van transfers weten en zo. Godverdomme, ik was daar nu weer allemaal te leken. Het spoiler. Oh, het is afgezegd, toch? Nee. Oh, dat was misschien voor de opname. Ja, dat is... Excuseer. Dus het is een transfer special. Allee, dat had u niet kunnen verwachten in de transfer window. Ik meen mij nu echt dat dat tijdens de opname maar ja, het zal bij deze gelegd uit BWB. Oh, jong. We hadden dan stapman zijn, hè. Wel, stuur het door. Ik betaal u, maar ik ga... Kijk, volgend seizoen komen er ook gekke veranderingen in BWB, maar jullie gaan dat wel allemaal zien. Sowieso bedankt om ons heel seizoen te steunen. We zijn gegroeid naar meer dan 500 volgers op Instagram. Ja. We zitten aan een gemiddelde van 500 luisteraars op YouTube, Spotify, alles tezamen. We hebben uitschieters van meer dan 1000 views en luisteraars. Onze eerste special guest hebben we gehad. We hebben er veel gehad dit seizoen. Ja. Sowieso bedankt aan iedereen die geluisterd heeft. Onze TikTok is aan het boomen met 1000 volgers. We zijn echt... we kunnen jullie niet genoeg bedanken.
Jij bent daar één van. De BBB, bankverwarmers ook. Jullie verdienen echt zoveel pluimen, want zonder jullie zitten we hier anders met twee of ik alleen. Heb hier ook anders een paar keer moeten zitten. Zo'n monoloog van... kan dat dus eigenlijk ook wel een keer zien. Zo, gewoon een monoloog een uur lang. Een uur. Ik zal, weet je wat ik zal doen? Ik zal dat zo zeggen. En Cedric, alles goed. Naar daar. Ja, Cedric, ga mee. Snel over aan het Nee, ja, bedankt. Bankverwarmers, bedankt. Ja. Special guest. Join de BBB Discord server ook, ja. Want ik ga dit nu officieel announcen. Dit is primeur. Binnenkort komt er een FIFA-toernooi aan in de zomer. Ja. We zijn met 32 ploegen zullen er zijn. Het wordt geloot. Het is helemaal af. Ik start het binnenkort online, de inschrijvingen. Maar join de BBB server, zodat je mee kan doen aan FIFA-toernooi. En chat gewoon mee over de transfers, over volgend seizoen. Over het EK. Over het EK. Over darts. Over darts. Jentel. Formule 1. Kan al koers, Westbox, tennis, West allemaal. We zitten nu met 200 onderwaterhockey. 244 leden zitten wij op de Discord. Hoeveel? 244. Oh, lekker. We zijn goed aan het groeien. Ja, ik hou echt van BBB community. Echt, ja. Bedankt allemaal. En tot volgend seizoen. Bedankt om te luisteren. Yo. Merci. Yo.